Kijk, het staat er echt. SX4 S-Cross. En daarmee is het bewijs geleverd dat dit een nazaat is van de Suzuki SX4 die in 2006 op de markt kwam. Die ken je misschien nog wel. Hij was er ook als Fiat en zelfs als sedan. En het was best een bijzondere auto, want het was in feite een van de allereerste compacte crossovers. Nou, in 2013 kwam de tweede generatie en toen werd die ook SX4 S-Cross genoemd. En nu hebben we dan te maken met de derde generatie van wat inmiddels gewoon de Suzuki S-Cross heet in Nederland. De vraag is alleen wel hoe nieuw deze derde generatie S-Cross nou precies is, want Suzuki spreekt wel van een nieuwe generatie, maar eigenlijk is dit meer een reskin, zoals dat dan heet, dan een generatiewissel. Je kunt het een beetje vergelijken met wat er gebeurde toen de Golf 5 de Golf 6 werd. En dat betekent dat de basisstructuur wel gelijk is gebleven, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor een deel van de zijruiten, de voorruit en het dak, maar dat voor de rest heel veel van het plaatwerk wel vervangen is. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld terug aan de zijkant. De vouw in de flank is wat minder duidelijk dan voorheen. Hier loopt hij wat breder uit, waardoor de achterste handgreep trouwens iets verzonken is komen te liggen, wat dan een grappig detail is. En ook dit achterste zijruitje is nieuw en nu iets groter, waardoor je er ook meer aan zou moeten hebben als je over je schouder kijkt. En natuurlijk heeft hij ook een heel nieuwe voor- en achterkant. Die ogen wel een stuk moderner, omdat ze wat strakker zijn en omdat je nu bijvoorbeeld ook LED-koplampen en LED-achterlichten hebt. Maar tegelijkertijd lijken ze wat mij betreft niet helemaal lekker bij de rest van de auto te passen. Ondanks die andere neus en kont bleven de buitenmaten trouwens wel exact gelijk. En dat geldt natuurlijk ook voor de binnenmaten. En dat betekent dat je hier nog steeds 430 liter bagageruimte hebt. En dat is eigenlijk best wel flink voor een auto in dit prijssegment. En de bagageruimte ziet er trouwens ook gewoon keurig uit. Inclusief een handige dubbele bodem die je ook wat lager kunt monteren, zodat je ook hogere spullen mee kunt nemen. Ook hier achterin zie je meteen dat dit een auto is die eigenlijk best wel flink is voor een auto uit het B-segment. Bijna zo groot als een auto uit het C-segment. Dat zie je vooral aan de beenruimte, want die heb ik echt meer dan genoeg. Ik moet wel zeggen, de hoofdruimte, ja, die vertelt een beetje een ander verhaal. Want die is gewoon krap, maar dat komt ook doordat dit exemplaar is uitgerust met het panoramadak. Op zich heel mooi, want één deel schuift onder het dak en één deel boven het dak. En daardoor gaat die heel ver open. Maar ja, je ziet het, dat scheelt wel een aantal centimeters hoofdruimte. Veel voorzieningen heb je hier trouwens niet, geen ventilatieroosters of dat soort fratsen, maar wel een middenarmsteun. En de achterbankleuning kun je ook nog in twee standen instellen, zodat je eventueel wat zitcomfort kunt verruilen voor wat extra bagageruimte. Voor het interieur van deze S-Cross geldt eigenlijk wat ook voor de buitenkant geldt. En dat betekent een bekende basis, maar met een heleboel nieuwe onderdelen. Ik moet zeggen, ik herken ook wel een heleboel onderdelen, zoals bijvoorbeeld het stuur en allerlei knoppen en schakelaars. En ook de snelheidsmeting en de toerenteller. Maar er is dus ook wel het nodige nieuw. En het belangrijkste wat dat betreft is dat het touchscreen een stuk hoger op het dashboard is geplaatst. Hoger ook dan de centrale ventilatieroosters. En daardoor staat het wat meer onder handbereik. En ook wat meer in het zicht trouwens. Dus dat zijn wel belangrijke voordelen. Het systeem zelf is trouwens ook nieuw. Het oogt wat frisser dan wat we van Suzuki gewend waren. Het is ook wat uitgebreider trouwens dan wat we van Suzuki gewend waren. En het is eigenlijk gewoon een keurig systeem waarmee je prima uit de voeten kunt. Maar het is zeker niet het allersnelste of het allermodernste infotainment systeem dat we kennen. Ook niet in dit segment. En dat hoeft misschien ook wel niet. Het is sowieso wel een goede samenvatting van deze auto als geheel ook. Ik denk niet dat Suzuki voor ogen heeft gehad dat ze de allermodernste auto van het segment wilden maken. Want als ze dat wel hadden, dan was het ook mislukt trouwens. Maar hij is in heel veel opzichten gewoon traditioneel. En dat zou je ook kunnen omschrijven als lekker traditioneel. Want dat betekent ook dat alles gewoon zit waar je hoopt dat het zit en waar je verwacht dat het zit. Je hebt voor de meeste dingen gewoon losse knoppen. Eigenlijk voor vrijwel alle dingen gewoon losse knoppen. Dus voor de climate control, uiteraard voor de cruise control, voor allerlei audiobediening. En het werkt allemaal logisch en het is helder. Alleen het oogt dus wel een beetje functioneel, zullen we maar zeggen. Wel een nadeeltje qua bediening trouwens is dat je het scherm tussen de klokken nog altijd met zo'n soort stokje moet bedienen dat uit dat instrumentarium komt. En dat is natuurlijk gewoon niet heel erg handig. Maar goed, detail. Waar deze auto wel lekker bij de tijd is, dat is gelukkig op het gebied van de aandrijflijn. Want Suzuki is natuurlijk lekker bezig als het gaat om mild hybrids. Tegenwoordig trouwens ook om echte hybrides, maar
Dat hebben we nog niet in dit model. Maar wel de bekende mild hybrid motor, de 1.4 booster jet met 129 pk. Die zat ook al in het uitgaande model en die kennen we natuurlijk ook uit de Vitara. En die bevalt in deze auto eigenlijk ook helemaal prima. Hij is lekker fel, goed bij de les, heeft ook voldoende vermogen. Ook omdat deze auto eigenlijk helemaal niet zo zwaar is. En daarmee kun je gewoon goed uit de voeten. En daar komt bij dat we ook van deze motor weten dat je nogal makkelijk zuinig kunt rijden. Dus dat mild hybrid, dat werpt hier ook daadwerkelijk wel zijn vruchten af. Hij loopt trouwens ook gewoon mooi rond. Hij klinkt best wel fijn. En dat komt natuurlijk weer doordat dit gewoon een viercilinder is. Terwijl je in heel veel concurrenten ook met dit soort vermogens van rond 130 pk toch snel bij een driecilinder uit zult komen. Dus daar scoort Suzuki nog wat punten. En tegelijkertijd is het ja, voor de rest in geen enkel opzicht een heel spannende auto om mee te rijden. Dat verwacht je waarschijnlijk ook niet. Hij doet echt braaf wat je van hem verwacht. De besturing is zelfs vrij direct, maar ook heel erg licht en behoorlijk gevoelloos. Het schakelen gaat makkelijk en hij is ook behoorlijk comfortabel. Al is het wel zo dat je vrij veel geluiden van het onderstel meekrijgt. En sowieso voelt de auto als totaalpakket een beetje ielig aan. En dat zit hem in allerlei details. Een beetje cliché, maar bijvoorbeeld in het geluid dat je hoort als je een deur dichtgooit. Maar ook in de hoeveelheid windgeruis. En dus die onderstelgeluiden die je meekrijgt als je onderweg bent. En daardoor voelt het zeker niet aan als een overdreven dikke of dure auto. Maar het goede nieuws is, het is ook zeker geen overdreven dure auto. Dit is de allerdikste versie. De style en als je kunt leven met een handbak. En voorwielaandrijving, dus je moet ook kiezen voor een automaat en vierwielaandrijving. Dan ben je daarmee voor 30.500 euro klaar. Komt er nog een kleur bij en dat dak als je dat wilt. En dat is het dan ook wel. En dat is gewoon echt een keurige prijs voor een auto die dan gewoon stoelverwarming heeft. Standaard op alle versies ook adaptieve cruise control heeft. En dus in alle opzichten eigenlijk keurig is uitgerust. En dat blijft een sterk punt van Suzuki. En daar komt met deze S-Cross dus ook geen verandering in.